Ik wil jou kopen. Het grootste compliment wat je als ondernemer kan krijgen. Hi, welkom bij Arco in 60 seconden. Het verschil tussen een ondernemer en een werker is een exitstrategie. En vaak voelt de verkoop van je bedrijf als ondernemer als het winnen van een Olympische medaille. Maar je moet wel een hele goede reden hebben om je bedrijf te verkopen, want het gaat je ook niet in de koude kleren zitten. Vandaag wil ik het hebben over 5 belangrijke redenen om je bedrijf te verkopen. Belangrijk is dat je als ondernemer eigenlijk altijd bezig bent je voor te bereiden op een exit. Dat heeft het voordeel dat je altijd aan de business werkt en niet te veel in de business verzeild raakt. Want je wilt niet dat het bedrijf altijd van jou afhankelijk blijft. De eerste best planbare reden om met je bedrijf te stoppen is met pensioen gaan. Maar een onverwachte tweede reden om het te verkopen is een gezondheidsprobleem waardoor je genoodzaakt bent je bedrijf te verkopen. Een derde hele goede reden om je bedrijf te verkopen is dat je ontdekt dat je bedrijf ander leiderschap nodig heeft. Omdat jij als ondernemer niet meer kan brengen wat nodig is voor het bedrijf. De vierde reden is puur strategisch. Het bedrijf kan een grotere stap maken met het ontwikkelen van nieuwe markten of nieuwe producten of nieuwe diensten met een nieuwe kapitaalkrachtige eigenaar. En de vijfde reden is eigenlijk de leukste reden. Je hebt een prachtig bedrijf opgebouwd wat een enorme waarde heeft en er komt gewoon simpelweg een partij langs die zegt: ik wil jou kopen. Het grootste compliment wat je als ondernemer kan krijgen. Tot slot, zorg dat je je bedrijf overdraagt met een goed gevoel. Dat betekent dat je het goed moet achterlaten voor je mensen, voor je klanten en voor jezelf. Ik wens je veel succes met je transactie.